welkom bij deze nieuwe video. Ik hoop dat mijn oogmake-up jullie niet te veel afleidt. Ben je benieuwd naar deze make-up look? Neem even een kijkje op mijn Instagram. Ik heb de foto hiervan al geplaatst. En de mini tutorial komt vanavond op mijn Instagram. Dus dan kun je ook zien hoe ik het heb aangebracht. Maar we hebben het vandaag niet over mijn make-up. We hebben het vandaag over mijn kwasten. Ik krijg heel vaak vragen over welke kwasten ik gebruik. Want ik vermeld dat niet echt in video's. In de laatste aantal video's heb ik dat wel een beetje gedaan. Omdat er gewoon veel vraag naar was. Maar normaal praat ik eigenlijk alleen over mijn make-up en nooit over mijn kwasten. Dus ik dacht, ik maak gewoon even een kwastenvideo. Ik heb zo'n video al heel lang geleden gemaakt, bijna een jaar geleden. Maar ik ben alweer veranderd van heel veel kwasten, maar heel veel ook niet. Er zijn hier nog echt setjes die ik al vanaf het begin gebruik. Ik ga het vandaag ook alleen maar hebben over alle kwasten die ik echt dagelijks gebruik. Ik heb ook een aantal kwasten die ik niet gebruik, die zijn meer voor extra's. En dat soort dingen. Maar ik heb het vandaag echt puur over alle make-up kwasten die ik vaak gebruik. Bijna elke dag ook weer bij deze look. Don't judge me. De kwasten zijn wel vies. Omdat ik ze niet heb schoongemaakt. Omdat ik me vandaag heb opgemaakt. En als ik ze ga schoonmaken moeten ze de hele nacht drogen. Dus dan kon ik deze video niet maken. Let ook niet te veel op mijn haar. Het is een beetje pluizig. Omdat ik heel dag heb gewerkt. Maar we gaan nou snel door naar de video. Ik heb echt genoeg gepraat. Vergeet niet te liken en te abonneren alvast. En dan gaan we snel door naar de video. Nou, dit zijn dan alle kwasten die ik echt elke keer gebruik als ik me opmaak, tenminste de meeste ervan. Ik doe ze ook wel een beetje roleren. Deze handige glazen soort van bak waar mijn kwasten in zitten heb ik gewoon van de AliExpress. Van super super goedkoop. Ik zal de link beneden in de beschrijving zetten. Ik zet van al deze make-up kwasten de link in de beschrijving. Ik ga eerst beginnen met al mijn setjes en dan ga ik het hebben over alle individuele kwasten die ik heb. Nou, het eerste setje waar ik het over ga hebben is deze. Dit is een kwastenset van Morphe in samenwerking met YouTuber Brittany Bear. En dit is om je neus te contouren. Ik deed altijd mijn neus contouren met andere kwastjes, maar deze set is echt geweldig. Deze kost iets van 25 euro op beautybay.com. En dit is de samenwerking met Brittany Bear. Ik heb ook een mini tutorial op mijn Instagram staan waar ik deze in gebruik. Wil je nou liever een uitgebreide versie om te zien hoe je deze het beste kunt gebruiken om je neus te contouren? Klik dan even hierboven. Dit is een video van Brittany Bear waarin ze uitlegt hoe ze haar eigen set dus gebruikt. Ik vind deze super fijn om mijn neus mee te contouren. Heb ik vandaag ook weer gedaan. Je kunt ze in principe ook gebruiken voor andere dingen wat je wilt. Het zijn gewoon eigenlijk drie Morphe kwasten, meer niet. Maar als een setje is het best wel betaalbaar. Ik heb hier de Morphe 12 Piece Beautiful and Bronze Brush Set. Nou, dit is dan nog een set van Morphe. Ik vind Morphe kwasten heel fijn. Deze set is 55 euro en ook deze heb ik gekocht bij beautybay.com. Deze set heb ik al vanaf het begin van mijn YouTube kanaal. Of vanaf mijn allereerste video heb ik deze set al. Dat is nou echt bijna een jaar geleden. Nee, al iets meer dan een jaar geleden. En deze zijn echt geweldig. Ze zijn nog allemaal goede kwaliteit. Ik vind deze echt super fijn. Ik zal even kort vertellen waarvoor ik alle kwasten los gebruik. Maar je hoeft de kwasten echt niet te gebruiken precies zoals ik het doe. Je kunt je kwasten gebruiken voor whatever jij zelf wilt. Ik verzin af en toe ook maar gewoon wat ik ermee doe. Ik gebruik deze schuin afgesneden kwast altijd om mijn poeder onder mijn ogen weg te halen. Echt altijd. Ik gebruik deze kleine ronde kwast om kleine dingetjes uit te blenden. Om bijvoorbeeld highlighter onder mijn wenkbrauw aan te brengen en dat soort dingen. Deze iets grotere fluffy kwast gebruik ik voor iets anders dan make-up. Ik doe af en toe een knot, een strakke knot. En dan vind ik het niet mooi dat je hier zo bij mij, ja, edges, dat je te veel huid ziet. En dan pak ik een zwarte oogschaduw en dan gebruik ik deze kwast. En dan doe ik zo mijn haarlijn invullen, zodat het wat zwarter lijkt. Deze grote fluffy kwast gebruik ik voor poeders over mijn hele gezicht, als ik gewoon een hele gezichtspoeder gebruik. Deze kleine schuin afgesneden kwast gebruik ik altijd om de concealer onder mijn wenkbrauwen aan te brengen en mijn wenkbrauw mooi strak te maken. Deze platte synthetische kwast is een van mijn favoriete kwasten. Deze gebruik ik bij echt, ik wil zeggen bijna, maar het is echt in basically bij elke ooglook ook weer vandaag. Ik gebruik deze om een cut crease te maken en om mijn oogschaduw op mijn ooglid aan te brengen. Ik gebruik deze eigenlijk echt altijd. Ik vind deze echt geweldig. Deze kwast gebruik ik om mijn oogschaduw primer af te poederen. Ik pak gewoon een beetje poeder en ik breng het over mijn hele oog aan. Deze afgesneden kwast gebruik ik om wenkbrauwpoeder aan te brengen. Eigenlijk alleen maar voor dat. En dan heb ik als laatste deze kwast. En die gebruik ik om mijn contour aan te brengen. Poedercontour gebruik ik deze altijd. Vandaag ook weer. Deze kwasten hebben geen individuele namen. Het is gewoon echt een kwastenset van Morphe. Nogmaals, 55 euro is hij. En hij is te koop bij
beautybabe.com, misschien ook op andere websites, maar ik heb hem van die website. Ik heb hier de BH Cosmetics Eye Essential 7-Piece Brush Set. Dit is dus een set van BH Cosmetics met allemaal kwasten speciaal voor je oogmake-up. Deze heb ik gekocht bij Booty Shop en dit is een van mijn nieuwere kwasten sets. En ik vind deze super fijn voor mijn oogmake-up. Ik heb deze vandaag ook weer gebruikt. Hij is niet duur, deze kost 13,50 euro, dus het is echt te doen. Ik zal even vertellen waarvoor ik al deze kwasten gebruik. Deze Fluffy kwast is mijn favoriete kwast. Ik zou deze set alleen al kopen voor deze, ook al gebruik je deze allemaal niet. Dan is hij het alsnog waard alleen voor deze. Omdat hij ook zo'n beetje in een punt loopt, is die echt super fijn om je make-up uit te blenden. Ik gebruik bijna hele looks met alleen maar deze kwast. Ook weer vandaag, deze is echt geweldig. Ik heb hier deze kleine ronde kwast. Ook deze is geweldig om oogschaduw aan te brengen op je onderste wimperrand. Deze gebruik ik daarvoor altijd. Ik gebruik letterlijk geen enkele andere kwast meer voor onder mijn ogen. Echt alleen deze. Deze is echt perfecte formaat daarvoor. Dan heb je hier nog een schuin afgesneden kwast. Deze gebruik ik niet echt omdat ik die andere heb van Morphe voor mijn wenkbrauwen. Maar mocht ik die een keer niet hebben of niet willen gebruiken, dan heb ik nog deze. Dan heb ik deze soort van platte fluffy kwast. Deze gebruik ik nadat ik met deze oogschaduw heb aangebracht. En als ik het iets smokier wil, dan ga ik er nog overheen met deze om het iets meer uit te blenden en iets smokier te maken. Deze kwast is heel fijn ook om een cut crease te maken en voor je make-up op je ooglid, de oogschaduw op je ooglid. Deze is vrij groot, dus echt eigenlijk alleen maar fijn als je veel oogoppervlakte hebt. En ik vind het heel fijn dat hij zo groot is, want dan brengt hij heel veel aan tegelijk en dan ben ik gewoon sneller klaar. En dan heb ik nog deze schuin afgesneden kwast. Deze gebruik ik eigenlijk niet echt. Nou, dat waren dan alle drie de setjes. Meer setjes heb ik niet. Of ja, ik heb er wel nog meer, maar die gebruik ik niet. Dus het heeft geen nut om aan jullie te laten zien. Nou, gaan we verder met mijn individuele kwasten. Ik heb hier deze grote afgesneden kwast van Kiko van hun Arctic collectie. Deze gebruik ik altijd voor foundation. Het liefst gebruik ik gewoon mijn beauty blender, maar ik heb niet altijd zin om naar beneden te gaan om mijn beauty blender nat te maken. Dus als ik gewoon even snel wil zijn, gebruik ik altijd deze voor mijn foundation. De Arctic collectie van Kiko was een limited edition collectie. Dus ik weet eerlijk gezegd niet meer of deze er is. Maar als hij er nog is, deze is zeker waard om als foundation kwast te gebruiken. Hij is te koop als poederkwast, maar ik vind hem totaal niet geschikt voor poeder. Want hij is veel te hard en de haartjes zitten veel te dicht op elkaar om het als een poederkwast te gebruiken. Maar voor als foundation kwast is hij echt geweldig. Ik heb hier mijn Real Techniques Blush Brush. Deze is iets van 13 euro. Deze is geweldig voor blush. Ook deze heb ik al vanaf mijn allereerste video. En deze gebruik ik continu voor blush. Ik heb tot nu toe nog geen betere kwast gevonden voor blush. Ik heb hier de Benefit Bronzer kwast. Deze is best wel duur. Iets van 20 euro, 25 euro te koop bij Douglas. Daar heb ik hem gekocht. Maar deze is echt super, super fijn voor bronzer. Ik gebruik ook altijd de Benefit Hoola Bronzer. Dus het is een leuke soort van setje om te hebben. Dat je de Hoola Benefit Bronzer hebt en de Benefit bronzer kwast. Deze is heel fijn omdat hij niet te groot is. Dus je brengt niet allemaal te veel producten overal aan. Je kunt zo makkelijk je bronzer aanbrengen. Heb ik vandaag ook gedaan. Zonder te veel al over je face te gaan. Dus deze vind ik echt super fijn. Enige nadeel, hij is best wel massief. Best wel groot. Dus hij is niet makkelijk voor op prijs of überhaupt fijn om bij te houden, want hij is gewoon best wel groot. Ik heb hier de Morphe R36 kwast. Deze is te koop bij Beauty Bay rond de 10 euro en dit is mijn highlight kwast. Deze is echt super super fijn. Je hebt ook een betaalbare van Booty Shop. De 3100 highlighter brush volgens mij. Die is ook heel fijn als je geen 10 euro wilt besteden. Die gebruikte ik altijd voordat ik deze had. Deze heb ik nog niet zo lang. Maar ik vind hem echt super fijn om zo je highlighter mee aan te brengen. Ook vandaag heb ik deze gewoon weer gebruikt. Ik heb dan hier 4 kwasten van de AliExpress. Super betaalbaar. Dit zijn echt 4 van die soort kwasten waar je echt niet veel geld aan hoeft te besteden. Kun je gewoon kopen bij AliExpress. Zoals deze is makkelijk te vinden. Hiermee breng ik altijd mijn maskertjes aan. Deze 2 komen uit een AliExpress kwasten set. Ik heb geen idee wat ik met de rest heb gedaan. Volgens mij heb ik die weggegeven of zo. Ik gebruik deze mini om hier zo binnen in mijn oog highlighter aan te brengen. En deze om een oogprimer aan te brengen. Super fijn. En dan heb ik nog deze. Die gebruik ik ook om gewoon random dingen aan te brengen. Ik weet niet precies wat. Gewoon af en toe gebruik ik deze voor verschillende dingen. Dan heb ik hier een fan brush van Bella Pierre Cosmetics. Deze is rond de 20 euro volgens mij. Super super fijne fan brush. Ik gebruik deze voor highlighter. En die kwast van net van Morphe. Ik weet alleen even niet meer waar ik hem heb gezet. Oh, hier is hij. Deze is heel fijn. Ik gebruik deze van Morphe als ik echt veel wil aanbrengen. Wat meestal ook zo is. Deze gebruik ik als ik iets minder wil aanbrengen. Maar deze is super fijn omdat hij ook best wel dik is.
Dus ja, die is gewoon heel fijn. Ik heb hier de Morphe M 572 kwast. Deze is heel fijn om je contour uit te blenden. Deze is daar echt geweldig voor. Ook te koop bij beautybae.com. En ja, gewoon weer een Morphe kwast. Ik hou van Morphe kwasten. Ze zijn gewoon echt heel goed. En niet super duur dat je echt denkt van, dit kan ik niet betalen. Dan heb ik hier nog een paar random extra kwasten. Deze zijn echt gewoon voor extra. Die zitten er hier wel echt bij. Maar het is niet dat het echt kwasten zijn die ik echt vaak gebruik of zo. Maar het is gewoon altijd handig om een paar extra kwasten te hebben. Voor als er bijvoorbeeld eentje vies is. Dus dit zijn in principe gewoon kwasten die ik net ook al heb laten zien. Maar dan gewoon andere varianten ervan. En de rest van mijn kwast, ja, die gebruik ik gewoon niet. Dus die hoeven jullie ook niet te zien. Nou, dit waren dan alle kwasten die ik gewoon het meest gebruik. Zoals jullie ook hebben gezien. De meeste zijn echt gewoon vrij betaalbaar. Nou is het hopelijk ook wat makkelijker voor jullie om mijn looks na te maken. Want dan heb je gewoon ook de identieke kwasten die ik ook heb. En dan weet je ook gewoon een beetje wat ik gebruik. Zonder dat ik het in elke video hoef te herhalen. Nou, vond je deze video leuk? Laat vooral even een like achter. Dat is maar één klikje. Kost je 1 seconde. Abonneer ook op mijn kanaal. Is helemaal gratis. Je gaat geen e-mails krijgen of whatever. Klik ook even op het belletje naast abonneren. Zodat je zeker weet dat je mijn video's ziet. Want YouTube laat video's niet meer altijd zien. Dus als je niet op het belletje klikt en je bent al wel geabonneerd. Dan kun je ze alsnog vaak niet zien. Dus vergeet vooral niet op het belletje te klikken. En dan hoop ik jullie snel te zien bij mijn volgende video. En die komt dinsdag om 1 uur. Doeg!